Nu heeft de staatssecretaris Vert laten gezegd, ja, dat is onderdeel van het vak van, van pikken, dus ja. Nou ja, kijk, ik denk dat je dan ook zou moeten zeggen dat het onderdeel van het vak mensen aanhouden, dat hoort bij de politie. En het hoort niet zozeer bij willekeurige burgers, al helemaal niet, als dat tot gevolg heeft dat iemand die een fles steelt van ongeveer 100 euro, daardoor in coma raakt. U heeft hier een prachtig kantoor aan de, aan de Gracht. Stel nou dat ik binnenkom en iets ik probeer te gappen en u merkt mij op, wat, wat doet u dan? Geeft u mij een beuk? Als wij nu weten dat u komt en wij gaan een val opzetten met alle advocaten hier. En we betrekken er ook nog wat secretaresses bij. En we zeggen, nou, die gaan we eens even pakken. En er is één iemand met een honkbalknuppel. En ik weet dat, want ik ben de directeur hier, maar ik vind dat goed. En u wordt in coma gemet, vind ik het volstrekt normaal dat ik voor een rechtbank in de openbaarheid verantwoording moet afleggen over het feit dat u in coma ligt.